Welkom bij Wat is Asset Management voor Corporaties? Deze video is gemaakt door de corporatiestrateeg en mijn naam is Ritske Dankert. We beginnen met het begrip van asset management en de definities daarvan. Een hele korte definitie is beheer van bedrijfsmiddelen. En in dit geval zijn de bedrijfsmiddelen uiteraard de woningen van de corporatie. En het beheer moeten we hier heel ruim nemen, want daar valt bijvoorbeeld ook grootschalige renovatie onder. Een wat uitgebreidere definitie komt van Asset Resolutions. Zij definiëren asset management als volgt. Asset management betreft de systematische en gecoördineerde activiteiten en praktijken waardoor een organisatie optimaal haar bedrijfsmiddelen beheert en hun prestaties, risico's en kosten over de hele levensduur. Met uiteindelijk als doel om het strategische plan van de organisatie te volbrengen. Nou, belangrijke begrippen in deze definitie zijn het systematisch en gecoördineerd zijn van die activiteiten en praktijken die dan worden uitgevoerd om de bedrijfsmiddelen, de woningen te beheren. Het wordt hier wat uitgebreid ook met het doel van asset management. Dat is in de eerste plaats het optimaliseren van de prestaties van de bedrijfsmiddelen van de woning. Merk daarbij op dat dat nog niet per se alleen financiële prestaties hoeven te zijn. Kunnen hier dus ook binnen het asset management wel degelijk ook maatschappelijke prestaties zijn. Maar tegelijkertijd ook naast die prestaties ook het optimaliseren van risico's en het beperken van kosten. En uiteindelijk is hier ook het hogere doel dan weer van, dat is ook opgenomen in deze definitie, om het strategische plan, dus het ondernemingsplan en de missie en visie van een corporatie te volbrengen. Nieboer heeft dan als derde en laatste definitie van het begrip asset management de meest uitgebreide definitie beschreven. En daarin staan eigenlijk de concrete activiteiten binnen het asset management centraal. Waarbij ik er dan even uithaal het beoordelen van projecten. En dat zijn niet alleen nieuwe projecten, maar ook de bestaande woningcomplexen. De analyses en kengetallen op complex niveau die daarbij gebruikt worden. En uiteindelijk ook het maken van keuzes op het niveau van complexen over aanhouden of afstoten. En eventueel ook het ontwikkelen en herontwikkelen van woningen. Nieboer die legt ook een relatie tussen het asset management en het property en portfolio management. Asset management is daarin eigenlijk de brug tussen het portfolio management, waar op het niveau van de hele portefeuille doelen worden gesteld. En aan de andere kant het property management, waarin echt de daadwerkelijke uitvoering van onderhoud, huur en kasso, dus marketing, het adverteren van woningen, en echt alle concrete activiteiten rondom, bijvoorbeeld ook het verkopen en het verhuren van de woningen zelf. Het asset management zit daar dus tussenin, op het complex niveau, en daarin worden de besluiten gemaakt over hoe dat specifieke complex, en daarbij worden alle complexen nagelopen, hoe dat complex kan bijdragen aan de hogere portfolio management. En bij het asset management worden dus ook richting gegeven aan hoe het property management verder wordt ingevuld. Nou, tot zover deze introductie. Wil je vaker relevante informatie ontvangen over corporatiestrategie? Meld je dan aan voor ons digitale magazine.